Is dit het einde van WhatsApp? Ik denk juist niet. Ik denk dat de overname van Facebook ook een heleboel nieuwe gebruikers van WhatsApp kan betekenen. In de Verenigde Staten zijn ze nog heel klein. En Facebook is daar heel groot. Dus daar zullen ze juist misschien populairder worden. Hoe denk je dat ze geld gaan verdienen aan WhatsApp? Ik denk dat we eerder zullen zien dat we over een paar jaar allemaal bijvoorbeeld een euro per jaar moeten gaan betalen voor WhatsApp. Dan dat we advertenties krijgen. Want het werkt gewoon niet. Mensen hebben van nature een hekel aan reclame. Veel mensen hebben een hekel aan Facebook. Wat is een alternatief voor WhatsApp? Uh, Blackberry Messenger, iMessage op iPhones en Telegram bijvoorbeeld. Steun ons. Ga naar poontmoetblijven.nl en druk op die knop.